dit komt hoogstwaarschijnlijk uit de hoek van een georganiseerde misdaad. En ja, je probeert tegelijkertijd hoe verschrikkelijk het is, want dat is het. Het is niet alleen een journalist, ja, een aanslag gepleegd op een journalist, maar het is ook een mens natuurlijk. Dus het is een verschrikkelijke zaak. En je probeert ook je werk te doen en te schrijven over deze aanslag en de gevolgen hiervan. Je kent Peter R. de Vries heel goed? Ja, ik leerde Peter R. de Vries eigenlijk zo'n 20 jaar geleden kennen toen ik nog voor een Noordelijke krant werkte in Noord-Nederland. En hij heeft mij getipt over een hele grote zaak en hielp mij vaak. En toen ontstond er een band. En dat mondde uiteindelijk uit in een vriendschap. En we gingen vaak met elkaar eten, hadden veel contact met elkaar. En hadden een uitstekende professionele relatie en ook vriendschappelijk. En soms hadden we een geschil en het ging er ook flink heftig aan toe soms. Maar we hebben denk ik altijd wel respect voor elkaar behouden en konden goed met elkaar overweg. Het is wel zo dat hij een jaar geleden besloot om bij een groot liquidatieproces vertrouwenspersoon te worden van een kroongetuige. En ik heb hem toen nadrukkelijk geadviseerd om uit te kijken omdat daar een groot gevaar aan zat. En daar hebben we flinke discussies over gevoerd. En het is een van de opties dat die keus van hem om de kroongetuige bij te staan, dat hem wel eens fataal, hè, dat de oorzaak kan zijn geweest van de aanslag. Maar zijn jullie bang nu geworden door deze aanslag? Want er was ook eerder een aanslag op de Telegraaf en zo. Nou kijk, het lastige is dat we weten het motief nog niet. En het is eigenlijk, als je het heel zwart-wit zegt, is het of een aanslag op het feit dat hij de kroongetuige bijstaat als vertrouwenspersoon, of het is omdat hij journalist is. En beide is natuurlijk even erg, dat is klaar. Maar we weten dus niet of het een aanval is op de journalistiek. Maar feit is dat dit laat zien dat bepaalde mensen heel ver gaan. En als het inderdaad in de georganiseerde misdaadhoek ziet, dan laat het zien dat we echt moeten uitkijken. Zeker naar de aanslag op de Telegraaf. En natuurlijk zijn we alert en zijn er maatregelen getroffen. En wat dat is, dat zeg ik niet. Maar we moeten alert zijn, dat is gewoon heel simpel. Maar ik vraag me af als journalist ook, waarom wil iemand zo graag misdaadverslaggever zijn? Met al die gevaren. Ik denk dat deze moord laat zien en ook die eerdere moorden, wat een regelrechte ondermijning is van de rechtsstaat. Hè. Er is notabene een advocaat afgeschoten en de broer van een volstrekt onschuldig kroongetuige. Het zijn maffiapraktijken. Wij zijn degene die hierover moeten berichten. Wij moeten dit aan het licht brengen. Het is onze rol als journalisten om over corruptie te stijven, wat is er misgegaan, hoe kon het zo ver komen, onthullen, wie zijn deze criminelen en het is juist belangrijk dat we dit doen. En natuurlijk zit er een gevaar aan, dat realiseren we ons, maar ja, wij zullen ons nooit laten intimideren en net als Peter en zullen gewoon ons werk blijven doen. Het is onze verantwoordelijkheid voor de journalistiek om geen stap terug te doen. Is er nog iets bekend over de toestand van Peter R. de Vries? Nou, hij vecht voor zijn leven en dat geldt nog steeds en ja, details zijn er verder niet, maar ga ervan uit dat hij echt er zwaar aan toe is, maar dat hij nog knokt voor zijn leven. En ik ken hem als een fysiek en mentaal zeer sterk persoon. En ik weet als er ergens ook maar 1% hou vast is, dan knokt hij en dat doet hij echt.